Dames en heren, hartelijk welkom bij Licht op Leiden. Dit is de 49ste uitzending. En het is vandaag 13 juni. Onno Blom is mijn gast op Wereldalbinisme-dag. Dat is niet echt jouw dag, denk ik. Maar ik wil je er wel aan herinneren dat het morgen, de 14 juni, de geboortedag van Van der Werf is. Daar. Kijk, dat is mooi nieuws. Dat is mooi nieuws. Hè? Ja. Dat is voor een Leidse man is dat toch interessant. En een andere nabije geboortedag is die van Floris Verster. En daar weet jij ook alles van. Ja. Dus we zitten goed in het midden. Hartelijk welkom, Onno. Leuk om hier te zijn, Rens. Fijn dat je er bent. U kunt ons zien, dames en heren, op zondagmiddag om 14:00 op kanaal 46 van Ziggo en KPN 1421. En natuurlijk online. En u kunt ons ook altijd nog terugzien. Ik ben erg blij dat je er bent, Onno. Het heeft enige moeite gekost, maar je wilde het toch wel bij mij komen. Ik heb het dan toch maar gedaan. Dankjewel. Gewoontegetrouw is het eerste deel van dit programma gewijd aan de vraag: wie ben je, waar kom je vandaan? Nou, kennen we jou in Leiden natuurlijk best wel een beetje, maar misschien wil je wat vertellen over. Over je huis, je gezin en waar kom je vandaan? Dat dus. Ik denk dat een van de redenen dat ik hier gevraagd ben te komen is dat ik uit de omgeving kom. Ik ben geboren in Leiderdorp. Dat is altijd al een kwestie. Hè? Eigenlijk durf ik dat nooit toe te geven. Je wilt eigenlijk liefst Leiden in je paspoort hebben. Ja. Voor sommige mensen is het de aanleiding om te zeggen, nou, dan ben ik met jou niet meer bevriend. Kon ik niks aan doen. Ik ben geboren op 1 september 1969 in het bed van mijn grootouders in Leiderdorp. Mijn ouders hadden op dat moment even geen huis. Dus die woonden bij mijn grootouders in. Dus daar ben ik geboren. Ja. Opgegroeid in de eerste jaren in Leiderdorp. En daarna in Leiden. Mijn ouders wonen nog steeds aan de Fruinlaan. En dat is de straat waar de school staat waar ik naartoe ben gegaan. Het Stedelijk Gymnasium. Ja, wat zag ik er toen nog aardig uit, hè? Ja, onbedorven nog helemaal, hè? Ja. Ik was wel net op mijn neus gevallen. Dus dat ik stoot hem wel eens. Dat is duidelijk. Waar ben je hier? Ja, ik denk toch een jaar of drie. Ja, dit is nog net toen ik naar de kleuterschool moest, zo ongeveer. Je kijkt flink de wereld in, hè? Ja, heb ik altijd wel gedaan. Het was nog, je hebt me gevraagd of ik een foto van vroeger wilde zoeken. Ik had eigenlijk bij mijn ouders moeten gaan zoeken. Ik weet dat er ook een foto is, dan ben ik net iets ouder. En dan zie je mij al met de krant. Ik was altijd wel heel erg met kijken bezig. Ja. Altijd aan tekenen en aan het lezen. Mijn moeder vertelt me altijd dat toen ik zo oud was als hier, net op de kleuterschool, dat ik al kon lezen. En vanaf het moment dat ik dat kon, ben ik daar ook niet meer mee gestopt. Ik ben een echte vreedlezer. Ja. Dus misschien is daar iets van te zien op dit beeld. Maar goed, het tweede deel van mijn jeugd in Leiden zelf. In Amsterdam gestudeerd en daarna weer teruggekomen naar deze prachtstad. En ik woon hier nog steeds. En Leiden is ook is voor mij heel belangrijk, ook als onderwerp om over te schrijven. Ja. Ik heb een paar keer serie in het Leids Dagblad gehad over Leidse schrijvers, over Leidse schilders. En heb daar ook boeken over geschreven. Ja. Dus mijn band met deze plek waar ik vandaan kom, is heel groot. Ja. Je hebt kinderen. Vertel iets over je eigen gezin. Ik heb 4 kinderen. Ja. Twee kinderen bij mijn eerste vrouw. Die zijn al wat ouder. Ja. Donna is nu 21, als ik het goed zeg. Kijk, en Florian 18. Ja. Geweldige, leuke, maar ook heel gevaarlijke kinderen. Die moet echt ermee uitkijken met die twee. Oh, ja? En ik heb ook... Die laat zich niet veel gezeggen door hun vader, hoor. Kijk, ik weet niet hoe dat komt. Oh. Misschien ligt dat ook weer aan mij. Maar Nee, het zijn echt ontzettend leuke kinderen. En ik heb ook 2 dochters samen met Lot, mijn huidige partner. Een meisje van 10, Julia. En een meisje van 3, Sophie. Die zijn alleen nog maar lief voor hun vader, natuurlijk. Die zijn nog zo ontzettend aanhankelijk en schattig, Ik zie hier nog een andere jeugdfoto van jou. Ja. Daar moet je even iets over vertellen. Dat is bijna voor afschaduwing van je eigen plekje later. Je eigen gebeurtenis later. Daar komen we straks nog over te spreken. Maar wat gebeurt hier? Dit is een foto gemaakt op de dag dat mijn vader
Hans Blom, een historicus, ja. Dat mijn vader promoveerde. Ik weet niet precies waar deze foto is genomen, maar waarschijnlijk in de buurt van het academiegebouw. Ik heb niet die hele promotie meegemaakt als jongetje, maar ik ben wel heel even om de hoek gaan kijken en zag mijn vader toen in een rockkostuum staan daar voor het katheder van het academiegebouw. En ik zag wel dat maakte een enorme indruk ook op mij. En toen ik inderdaad zelf op het punt stond om te gaan promoveren, toen kwam die foto op de een of andere manier voorbij en die trof mij wel. Ja. Hè? Dus het is, het is wel een gebeurtenis die in het kinderleven blijft, hè? In het kopje binnenkomt. En, het is een grote gebeurtenis voor een kind als dat gebeurt met je vader. Hè? Zeker, want het was ook een moment waarop ik merkte dat hij, volgens mij is dat echt een van de hele zeldzame keren dat hij echt heel zenuwachtig was. Ja? Ja, volgens mij is hij niet vaak zenuwachtig geweest als hij iets moest doen voor zijn vak. Ja. Ook niet optreden voor grote zalen of wat dan ook. Wat je kan voorstellen, wat ook helemaal niet erg is natuurlijk. Maar toen was hij zenuwachtig. Ja. En ik kan heel goed begrijpen waarom. Ik denk dat als ze de vloer hadden moeten vegen nadat ik een half uurtje daar had staan oreren voor de promotie, dat het ook niet heel vrolijk was geweest. Ja. Nee. Nou, die jongen uit Leiden, die gaat studeren in Amsterdam. Dat verdient één zin. Ja, dat is natuurlijk een misverstand. Ja. Hè? Ja, sorry. Het was voor mij zo. Ik groeide op in het gezin bij mijn ouders. Geweldig. Hè? Ja. In een huis vol met boeken. Ik kon het met beide ouders heel erg goed vinden. Ik was eigenlijk bang dat als ik in Leiden zou blijven, dat ik ook thuis zou blijven wonen en dat ik door mijn moeder in boter gebraden zou worden. Ja. En dan zou ik eruit zien zoals jij, in plaats van dat ik er nu uitzie zoals ik nu. Beschouw het als een compliment. Ja, natuurlijk. Dat moet je ook vooral doen. Ja. en ik had maar ik wilde heel graag en de kunst en de literatuur bestuderen. Dat wist ik al van jongs af aan, dat ik iets met boeken en literatuur en kunst wilde doen. En om dat te doen wilde ik naar Amsterdam. Daar woonden de schrijvers. Centrum van de wereld. Ja. En daar zaten de kranten, de uitgeverijen. Daar woonden die schrijvers zelf. En dat trok mij geweldig aan. En ik heb dat toen ook gedaan. En met heel erg veel plezier. Het enige wat ik niet mocht was geschiedenis gaan studeren in Amsterdam. Want daar gaf mijn vader dus les. Die was hoogleraar in Amsterdam. Ja. Maar ook altijd hier in Leiden gebleven. Ook omdat mijn moeder nooit weg wilde. Hè. Zij komen allebei hier uit de stad. Ja. Mijn moeder die verlaat de stadsgrenzen niet. Heel goed. Mooi om te horen. Onno, je gaat dus Nederlands doen, maar ook culturele wetenschappen. Ja. Dat is al een soort dubbeling. Ja. Nou weet ik van anderen dat als je Nederlands gestudeerd hebt, dat het leraarschap als het ware lonkt en roept. Is dat er ooit bij jou langsgekomen als idee? Niet echt. Aanvankelijk was dat idee eigenlijk vrij vaag. Wat ik wilde gaan doen was die wereld in. Ja. He, dus ik dat lezen en schrijven ook wel. En de kunst bestuderen, dat leek me allemaal geweldig. Ik dacht niet, ik word nu leraar op een gymnasium in Doetinchem of ik noem maar even een zijstraat. Dat heb ik eigenlijk nooit gedacht. Ook niet toen ik vorderde in die studie. Toen heb ik wel keuze moeten maken. Toen heb ik me wel afgevraagd, laat ik het zo zeggen, welke kant ik zou kiezen. Of ik de wetenschap in zou gaan. Ja. Zou gaan promoveren en daarna aan de universiteit een plek zou zoeken. Wat heel erg moeilijk was, want toen ik afstudeerde in 88 waren er helemaal geen plaatsen. Werden alleen maar mensen ontslagen. Dus dat was ook niet echt een begaanbare weg. Of dat ik de praktijk zou zoeken. En dat is het uiteindelijk geworden. Ja. Dus ik ben gaan schrijven voor Trouw, het dagblad, de krant, over literatuur. En heb dus zelf de pen ter hand genomen. Ja. En dan leidt zo'n studie dus niet tot het leraarschap of schoon. Ik denk dat in de dingen die jij gemaakt hebt ook een forse hoeveelheid informatie zit waar mensen wijzer van worden. Dus in die zin zou er toch nog wel wat te leren zijn uit je werk. Ja. Niet als vak, zeg maar. Die studie leidt dan tot, ik heb even zo'n lijstje ervan gemaakt. Ja. Je bent schrijver, je bent recensent, je bent gespreksleider, je bent journalist zou ik kunnen zeggen. Je zit op radio en televisie als presentator, je bent bij de krant, je bent een literaire duizendpoot. Mm. Van al die dingen die je opgeplakt zou kunnen krijgen, en misschien vergeet ik nogal wat. Wat ben je eigenlijk
voor jezelf, zeg maar? Ja, ik zou toch zeggen schrijver. Ja. En dat zeg ik wel met enige schroom. Het heeft ook lang geduurd voordat ik dat durfde toegeven. Kijk, voor schrijvers waren voor mij, het is Hermans, Reven, ja. Moelis, ja. Wolkers, ja. Dat waren een soort halfgoden. En soms zijn ze dat nog steeds wel een beetje. Inmiddels heb ik heel veel van schrijvers ontmoet, ook hele grote. En ja. Weet ik dat ze vaak menselijker zijn dan je zou, ja. Dan je zou willen zelfs. Maar ik denk dat het wel in mijn huidige werk begint en eindigt het toch eigenlijk echt met woorden formuleren, dus je gedachten vormen op papier. Dus ook als ik iets voor de radio of de televisie doe, of een gesprek zoals dit, of als ik zou het leiden, dan bereid ik dat toch ook allemaal voor door na te denken en iets op papier te stellen. Dat schrijverschap is voor mij heel wezenlijk. En dat heeft zich ook geëvolueerd van alleen maar journalistiek naar ook verhalen en boeken. En daar ben ik toch ook wel, die boeken ben ik ook wel het meest trots. Ja. Nou is er de grote verdeling binnen het schrijverschap tussen non-fictie en fictie. Ja. Die fictie heb ik nog niet zo vaak gezien bij jou. Hè? Nee, ik heb wel een paar verhalen geschreven. Ja. Ik heb gedichten geschreven. Ik heb zo'n tijdje een gedicht van mij in de hal van het stadhuis gehangen. Dat wordt nu verbouwd, dus ik weet niet of dat die verbouwing heeft overleefd. Ik vrees van niet. Dat is dat beroemde gedicht wat gepresenteerd werd met het Driemanschap. Ja, precies. Ja. Vogelvlucht. Ja. Hè? Waar Rembrandt ook nog even in voorkomt. Ja. Maar het is waar, de boeken die ik schrijf, zijn tot nu toe overwegend wat men non-fictie noemt. Ik vind dat een vreselijke, belachelijke term. Het zegt wat het niet is in plaats van wat het wel is. Precies, non-verbaal, non-stop, non-fictie, wat een rotwoord. Maar goed, dat terzijde. Het gaat er meer om. Kijk, wat ik probeer te doen, bijvoorbeeld in de biografie van Wolkers of in de biografie van de jonge Rembrandt, is me strikt aan de waarheid te houden. Een biograaf is iemand die een roman schrijft, maar dan onder ede. Van de waarheid namelijk. Dus ik zoek alles tot de bodem uit. Maar vervolgens stel ik er een eer in om het verhaal dat ik schrijf zo goed mogelijk te vertellen. En zo te vertellen dat ik de lezer op het puntje van zijn stoel breng. En dat ik ervoor zorg dat hij wordt gewiegd. Dat hij in een prachtige lichtstoel op een cruise wordt gezet. En zo de oceaan overgevoerd. Maar door het kwaliteiten krijgt die je heel vaak bij fictie ziet. Maar bij non-fictie denk je heel vaak dat het heel zwaar en gedragen moet zijn. Ja. Terwijl ik denk, als ik het boek van Rembrandt van jou lees, dat het buitengewoon plezierig lezen is. Als vanzelf. En je wil niet stoppen. Dat is, vind ik, altijd een kwaliteit van het boek. Nou, dankjewel. Als je niet wil stoppen, dan is het goed geschreven. Hè? Ik ben natuurlijk ontzettend blij met jouw compliment. Dat is ook wel waar ik ontzettend mijn best voor doe. Hè? Dus die boeken die als een trein lezen, zijn natuurlijk niet altijd als een trein geschreven. Daar moet je echt aandacht en tijd in stoppen. Ook, dus kennelijk ook een zeker talent voor beschikken. Dat is het ware ambacht, om dat goed voor elkaar te krijgen. En het lastige is wel, het kan wel eens zijn dat omdat ik het zo opschrijf, omdat ik heb geprobeerd om mijn biografie van Wolkers, waar ik ook op gepromoveerd ben, dat is een wetenschappelijk genre, te schrijven alsof het een roman van Wolkers zelf betreft, in de stijl, ik verbeeld me niks, ik bedoel, hij is de meester en ik schrijf zijn verhaal. Maar dan krijg je ook natuurlijk wel bij wetenschappers juist scheve ogen. Ja. Die vinden dat maar niks. Ik wil straks nog even wat uitgebreider op Wolkers terugkomen. Want dat is goed. Een hele belangrijke in jouw carrière. Zeker. Ja. Door jouw positie in de schrijverswereld, de uitgeverswereld en de journalistiek. Mm-hmm. Ben je een gevreesde commentator? Ik denk het niet. Nee. Nee, en dat komt ook omdat ik eigenlijk niet van hou om collega's af te branden. Kijk eens, het is natuurlijk zo dat als je een criticus bent, de criticus, dat klinkt voor de meeste mensen als kritiek leveren. Ja, ja. Dat klopt niet, het is een neutrale term. Ja. Het is namelijk je laat een kritisch oog, je kijkt goed. Ja. Maar ik zie er eigenlijk niet zo heel veel in. Ik heb er geen plezier in, sterker nog, het staat me eigenlijk tegen om collega's van wie ik weet dat ze heel hard hebben gewerkt. Stel, ze hebben 5 jaar aan het boek gewerkt en ik zou dat dan in een paar uur lezen en een paar uur schrijven
even met de grond gelijk maken. Daar klopt iets niet in. Nee. Daar heb ik geen plezier in. Ik wijd het liefst mijn leven toch aan onderwerpen. Of figuren of mensen. Kunstenaars met name. Intrigeren mij. Die mij, die ik bewonder. Of die me na aan het hart liggen. Ja. En dan is het wel weer zo. En dat bewijzen hopelijk de boeken die ik de laatste tijd geschreven heb. Dat ik niet kritiekloos kijk naar die mensen. Hey, ik ben wel eerlijk en oprecht en ik ga voluit. Ik zorg dat ik alles weet en ik schets een eerlijk en intiem portret van als je mensen. Er zo in zit, betekent het dan ook dat je eigenlijk bij de keuze van bijvoorbeeld... Jij doet heel regelmatig recensies in het Zaterdagochtendprogramma op de radio. Ja. Wat heel veel beluisterd wordt. Als het boek daar besproken is, dan kun je meteen naar de boekwinkel. Betekent iets, ja. Als die hopelijk weer open is. Ja. Betekent het ook dat daar dus alleen maar zo'n boek komt waarvan jij zegt, daar wil ik wat over vertellen omdat ik het echt wel goed vind? Of dat er... Nou, meestal wel. Kijk, in het geval van Nieuwsweekend, het programma waar jij het over hebt op zaterdagochtend op NPO 1, daar is mij gevraagd om dan, wordt mij elke keer gevraagd om 3 boeken te bespreken. Ja. Als je daar eens in een paar weken komt, dan neem je toch, dat willen ze ook echt, 3 boeken waar je iets mee hebt. Het is soms wel eens zo. Dat er een boek verschijnt van iemand waarvan je van tevoren denkt, ja, dat lijkt me geweldig en dan valt het toch een beetje tegen. Dan moet je dat wel zeggen. Ja. Alleen ik probeer dat altijd op een eerlijke manier te doen. Ja. Het voorbeeld van Simon Vestdijk staat me altijd voor ogen. Die probeert altijd te achterhalen wat de intentie van de schrijver moet zijn geweest. En die reconstrueerde dan, naar aanleiding van dat idee, eigenlijk hoe dat boek eruit zag. Ja. En dat is een vorm van kritiek die me echt goed ligt, waar ik van hou. Ja. Maar de basishouding is enthousiasme. Ik hou echt van lezen en van literatuur van veel schrijvers. En ik vind het heel aantrekkelijk. En daar hebben we dan misschien dat docentschap waar jij een beetje op wijst. Om aan andere lezers duidelijk te maken wat een mooie dingen er in de wereld te lezen zijn en te zien zijn. Nou, er is één schrijver... die natuurlijk een centrale positie heeft ingenomen gedurende heel lange tijd en in jouw werk en je arbeid aan je promotie. Uiteindelijk is jouw vriendschap met Jan Wolkers uiteindelijk een vriendschap geworden natuurlijk. Vertel eerst even heel snel hoe je hem hebt leren kennen. Weet je dat? Ja, dat weet ik heel erg goed. Nou ja, de eerste keer dat ik Wolkers leerde kennen was gewoon zoals wij allemaal Wolkers leren kennen als lezer. Ja. Een jaar of 11 was ik. Mijn vader die liet mij de literatuur lezen. Die stond bij ons in een prachtig kastje. Hij liet het kastje zien en ik heb die kast eigenlijk meteen leeg gelezen toen ik een jaar of 11 was. Ja. En ik al vrij snel heb ik toen Terug naar Oostgeest gelezen van Wolkers. En dat trof mij enorm. Dat vond ik geweldig. Ik vooral zijn... capaciteit om de zaakje voor ogen te toveren. Zo helder, sprankelend taalgebruik. En ook een hele woeste, emotionele wereld. Trouwens, een hele andere wereld dan ik zelf uitkom. Hè? Wolkers, streng gereformeerd, opgegroeid in armoede. Met een vader die erop los ramde. Ja. Het is allemaal precies het tegendeel van wat ik zelf meegemaakt heb. Oorlog. Ik ben in weelde opgegroeid in een huis vol boeken met ouders met wie ik het tot op de dag van vandaag uitstekend kan vinden. Dat is een totaal andere achtergrond. Ja. Maar ik voelde me wel meteen heel erg verbonden met die figuur. Ik ben het werk van Wolkers blijven volgen. En pas nadat ik er vaak over geschreven had en in 2004 door de Bezige Bij ben gevraagd of ik daar kwam werken. En dat heb ik ook gedaan, 2 jaar. Toen ontmoette ik Wolkers aan de vooravond daarvan. En dat was in Leiden. Dick Matena, dat is een striptekenaar, was bezig om kort Amerikaans te verstrippen. Yeah. Dat is een beeldroman te maken van het debuut van Wolkers uit het begin van de jaren 60. En Wolkers had tegen Matena gezegd, nou dan ga ik met je mee naar Leiden. Hè, terug naar Leiden. En dan laat ik je zien op welke plekken in de stad die roman zich afspeelt. Ja. Want dan kon hij ze fotograferen, bekijken, tekenen. En dan vertelde Jan het verhaal daarbij. En die dag, het was een lentedag in 2004, die zal ik nooit vergeten. Want daar zag ik dus Wolkers voor het eerst. Ik ontmoette hem, we gingen door de stad, we hebben van alles meegemaakt. En dat klikte heel erg goed tussen ons. En later bij De Bezige Bij heb ik ook veel met hem samengewerkt. Hij schreef in 2005 een boekenweekgeschenk.
Ik leerde op die allereerste dag ook al Carina kennen. Zijn tweelingzoons waren toen mee. En zoals dat gaat, klikte het. Toen ik bij de uitgeverij wegging, toen vond Jan dat heel erg jammer. Toen vroeg hij, kom naar het eiland. En daar heeft hij... Daar is het gebeurd. Daar is het gebeurd. Daar heeft hij mij als het ware tot biograaf geslagen. Ook bij Wolkers is er sprake van die Leidse dimensie waar we het al even over hadden. Dat blijft toch een beetje een rode draad ook in jouw werk. Dat komt straks ook nog even terug. Maar uiteindelijk heeft jouw relatie met Wolkers en eigenlijk je vriendschap met hem en met Carina, heeft het werk opgeleverd aan je promotieboek. Mm-hmm. Het ligt daar. Litteken van de dood. Het litteken van de dood. Daar heb je 10 jaar aan gewerkt, heb ik begrepen. Ja. Daarvoor heb je ook toegang gehad tot alles wat je maar nodig had om dat boek te kunnen schrijven in het archief van Wolkers. Ja. Ja. Dat was het waanzinnige. Dus ik ging naar Wolkers op het eiland. Hij vroeg, wat ga je doen? En ik zei tegen hem, ik wil wel een biografie schrijven van een groot Nederlands kunstenaar. Waarop Wolkers dus tegen mij zei, dat zei je er niet veel van, hè? Ja. Dat doen we. Ja. Nou, dus toen was ik het. Ja. Toen was het. En ik wist absoluut niet waar ik aan begon. Ja. En het hele interessante van de zaak is dat Wolkers wist dat wel heel precies. Hij belde mij de volgende dag op. Telefoon ging 0222, hè, Tessel. Ja. 3149. Nou, ik zal niet het hele nummer, want dan krijg je Carina nog steeds aan de telefoon. En toen zei hij dus, het viel me op dat je gisteren wel 3 keer naar de wc bent geweest, hè? Zeg ik, ja, maar Jan, moet je luisteren. Hij had een hele tafel zo groot als deze vol met eten staan. Ja. En ik heb alles opgegeten en 3 flessen cider gedronken met je. En dan moet je af en toe naar het toilet. Stiekem alles opschrijven, hè? Zeg ik, nee. Moet je wel doen. Ah. Hij heeft mij vanaf het begin uitgedaagd om zo diepgravend en zo intiem mogelijk te gaan als je maar kon gaan. En dat is precies ook de manier waarop hij zelf zijn romans schreef. En hij wist niet, of ik wist niet, op het moment dat ik die opdracht aanvaarde, vol trots, maar absoluut niet wetend waar ik aan begon, dat hij elke snipper papier uit zijn leven bewaard had en dat het in 2 kamers van dat prachtige huis op Texel in dozen en op laden volgestapeld stond. Alleen om dat materiaal al te bekijken was ik een paar jaar bezig. Dit is het moment, het moment supreme. Ja, god, zie je hoe zenuwachtig, jongen. Ja, ik was zo te trillen als een hoentje. Casper en Jochen. Die waren Casper Vaas en Jochen Meijer, ja. We hebben nog Paranymphomanen, hè, zijn het. Ja. We hebben er nog meer van, daar komt er nog één volgens mij. Ja, kijk hier, eens. Heel serieus. Ja, met de bul. Ja. Ja. Dan heb je nog, we hebben nog een leuke foto waar je gecomplimenteerd wordt door een Leidse schrijver. Ah, ja, Ilja. Ja. Ja. Die is tegenwoordig vooral niet in Leiden, denk ik, hè? Helaas wel, ja. Het is jammer. Dat heeft ook met corona te maken, hoor. Want hij komt normaal gesproken geregeld terug. Hij heeft nog steeds een pied-à-terre hier. Maar inderdaad, hij is er minder dan ik wel zou willen. Dan een kleine promotiefoto. Ja, die, ik weet niet waarom, maar ik heb altijd gedacht, zo'n foto moeten we maken. Ja. Hey, ik vind het ook wel leuk. De grappenmaker, de schilder en de schrijver. En eigenlijk zit Wolkers in ons alle 3. En wat ik nog laat zien is het boek zelf. Maar zijn er veel van verkocht? Ja, behoorlijk veel. Ja. Ja, nou ja, het wat mij betreft kan het altijd beter. Maar volgens mijn laatste gegevens zijn er 25.000 of 30.000 van verkocht. Ja, dat is dus en dat is voor een biografie enorm veel. Dus en je hebt proefschrift. De biografieprijs gewonnen, hè? Ja, dat is... Dat was zalf op al mijn wonden, Rens. Ja, dat was iets geweldigs. We hebben het daar niet over gehad, maar het leidt mij tot de vraag, kun je nog weer met iedereen door dezelfde deur? Na al die narigheid die er ooit over is. Maar of zij ook nog met mij door de deur? Dat is even de vraag. Ja. Nou ja, het is, kijk, als je een boek schrijft dat ook heel veel kritiek krijgt, of waarop scherp wordt gereageerd, er speelde een kwestie waarin zelfs van alles gesuggereerd werd wat mij niet beviel. Dan is het wel heel fijn als je daarna ook wordt bekroond door een hele serieuze jury met een prestigieuze prijs. Is dat natuurlijk geweldig. Het is kijk, voor mij is dat lezen en werken, of het leven en werken eigenlijk 1. En als je een heel decennium hebt gewijd aan het schrijven van een boek,
Dan is dat natuurlijk ontzettend fijn als andere mensen ook zien dat het iets waard is. Ja. Ik moet vanwege de tijd stappen maken. Ik sla Doe het maar. Filmpje wat ik had sla ik over. Dit vind ik wel leuk, maar gewoon even laten zien. Omdat onze beroemde Bruins net overleden is. Die heeft natuurlijk onze stad helemaal voorzien van die prachtige gedichten. Dit was in Oesgeest, een gedicht van Wolkers. Bij het geboortehuis, hè? Ja. Deutstraat. Ik sla het filmpje over en ik ga even nog naar... want het filmpje dat ging over het brengen van de nalatenschap naar Leiden. Ah. En je vertelt daar wel een leuke grap in over hoe Wolkers de Leidenaren beschreef. Ik had dat is... Maar ik sla dat nu over, want ik wil nog even... Dan mis je de grap, Rens. Ja, dat is je eigen schuld. Vertel hem zo wel. Ja, dat is goed. Die Leidse aspecten in jouw werk, daar wou ik het nog even over hebben. Een heleboel schrijvers waar jij overgeschreven hebt of meegewerkt hebt en wat geleid heeft tot productie in boekvorm. Ja. Daar zitten allemaal inderdaad Leidse aspecten aan. Je hebt het boek over Rembrandt geschreven, dat is helemaal je eigen werk. Maar je bent ook behoorlijk druk geweest met Biesheuvel, Leidse schrijver, Komrij, Moelisch. Je hebt over Floris Verster geschreven. En je hebt dat beroemde boek gemaakt met al die Leidse verhalen, zal ik maar zeggen. Ja, een bloemlezing. Ja, die bloemlezing. Ja. Dat Leiden, dat zit er behoorlijk in, hè? Ja. Kan je dat volhouden eigenlijk? Nou, dat kan je nog heel eind volhouden, want Leiden is natuurlijk een prachtige historische stad met een enorme geschiedenis. Maar is Leiden ook een literaire stad geworden? Misschien misschien minder dan ik zou willen, maar het is het altijd eigenlijk wel geweest. Kijk, het mooie is, dat komt helemaal door de universiteit. In de 19e eeuw, alle grote schrijvers uit de 19e eeuw hebben in Leiden gestudeerd. En Leiden is een stad waar studenten voor het eerst van alles overkomt. Het is fantastisch. Ja. Het is de stad van de eerste keer van de jeugd. Ja. En daarom komen mensen ook heel vaak, er zijn veel studenten die vliegen uit naar de rest van het land. Maar ze denken altijd met weemoed terug aan Leiden en de ironie. En de humor van de studententijd of van de tijd dat ze nog jong waren, die zie je heel veel in Leiden. Dat is een ontzettend aantrekkelijk gevoel wat dat met zich meebrengt. En daar is het borrelt dus van het talent. Ja, en dat is, ja, ik heb zelf het gevoel dat Leiden toenemend aantrekkelijk is, ook voor schrijvers. Ik heb echt gemerkt dat komt ook wel door de mensen met wie ik bevriend ben. Ja. Hier zo, Menno Bentveld. Ja. Dat is een goede vriend van mij, zit ik mee in de 3 oktobervereniging. Ja. In de Harry en Wittebroodcommissie. Jo. Overigens ook met Casper Vaassen. Ja. Jochem zat er vroeger ook bij. Nou ja, al die jongens, je beste vrienden, die spelen een zekere rol in de stad. Die voelen zich ook met de stad verbonden. En ik ben aan in zekere zin ook wel een eenzaad. Wat dat betreft past het schrijverschap wel bij mij. Ik trek me heel graag terug. Ik heb tegenwoordig een prachtige werkkamer in de regentenkamer van een hofje. Ja. Je mag me daar rustig met rust laten. Maar het is wel ontzettend leuk dat er ook andere mensen in de stad zijn die allemaal zulke leuke dingen doen. En voor mij is het dan altijd het aantrekkelijke om de traditie van de stad, de geschiedenis, De poëzie van Piet Paaltjes, het werk van Jan Wolkers, de schilderijen van Rembrandt of van Floris Verster. Ja, daar gaat mijn hart sneller van kloppen. Ja, ik moet afronden. Jammer. We hebben het niet gehad over jouw doortocht door de coronatijd. Dat zou nog een onderwerp zijn. Ja. Dat moeten we helaas laten vallen. Maar je bent er doorheen gekomen. Maar jullie sector heeft ook het heel moeilijk gemaakt. Ja, de boekenwereld heeft het echt moeilijk. Ja. Met name boekhandelaren. Dus ga naar de boekhandel, roepen wij gezamenlijk. Ja. En ga vooral de boeken kopen. En in dit geval... Koop lokaal. Ja. Ik rond af. Dank je hartelijk, Onno, voor je bijdrage vandaag, je komst. Heel graag gedaan, Rick. Ik dank de techniek. Rick, Rianne, Maarten en Noer. En wij hebben de volgende week de 50e uitzending en dan is Tom aan de beurt. Hartelijk dank voor uw aandacht.